It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal OMG Chesto. En vandaag heb ik voor jullie een unboxing video van mijn vlogcamera, namelijk de Sony Alpha A5000. En ja, ik ben van plan wat meer te gaan vloggen op mijn kanaal, omdat het gewoon super goed bekeken wordt. En vandaar dat ik deze camera natuurlijk heb gekocht, omdat het natuurlijk niet langer door kon gaan met deze iPhone die jullie hier zien. Want ja, dit is niet echt een goede camera. Er zit wel een mooie camera in, maar niet voor het vloggen. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. En je kan hem op bol.com kopen, je kan hem op Coolblue kopen, maar ik heb hem zo bij een camerawinkel gekocht. Gewoon qua garantie en als ik vragen heb, laat me zeggen. Maar ik ga hem voor jullie unboxen, dus laten we maar gaan beginnen. Ik heb al een sneetje gemaakt waardoor dit gewoon makkelijk open gaat. En mijn camera moet wel even scherp blijven stellen, maar hier maak ik hem open. En dan zit hier al gelijk mijn 32 gigabyte opslaggeheugen, zullen jullie zien, van Sony, omdat de camera zo ook van Sony is. Waardoor het iets chiller is. Natuurlijk een 15 megabyte per seconde is gewoon super goed om te filmen natuurlijk. Want ik ga het ook gebruiken om te filmen. Dus die leggen we even hier. Nou, hier zie je natuurlijk gewoon mijn garantieding. Ja, hier. Dikke shout-out naar hem, want hier hebben we hem gekocht. Dan leggen we hier natuurlijk alle gebruiksaanwijzingen. Wat ik allemaal niet lees. Althans, nu niet. Misschien als ik ooit tijd voor heb. Zoals jullie hier zien, kan ik allemaal lenzen ervoor kopen. Maar dat heb ik ook niet nodig, want... Ja, oké, ik ben niet zo iemand die gaat foto shooten. Dus de handleiding zullen jullie hier zien. Ook niet echt nodig. Ja, straks misschien. En dan gaan we deze openmaken. Ik moet hem even uitkijken dat ik niet in de beeldscherm raak. Zo. En dan zien jullie hier wat er al in zit eigenlijk. Even dit een beetje uit beeld halen. Anders ziet het er niet mooi uit. Zo, dat leg ik wel even helemaal daar. Deze leg ik ook gewoon hier. Maar, laten we natuurlijk beginnen met wat erbij zit. Dit is natuurlijk een Sony kaartje, dus die ga ik ook eventjes losmaken als dat 1, 2, 3 lukt. Gewoon hardcore, gewoon alle scheuren, waarom ook niet. Als dat lukt, mag ervoor. Ene, tweeën, kom op los. Plakband is best nog wel sterk, by the way. Holy shit, is echt sterk. Zo, hij is los. Wat dit is, moet je niet aan mij vragen. Ik denk zo'n koordje wat je uiteindelijk om de camera heen doet. Kijken. Ja, dit is zo'n koordje die wikkel je om je camera heen en dan kan je hem dus uiteindelijk gewoon om je nek hangen. Nou, dat heb ik nu niet nodig op dit moment. Dus leggen we ook even hier. Dit. Deze heb ik helemaal niet nodig, want dit is voor Amerikaanse stopcontacten. Dus als je naar Amerika gaat en je hebt een stopcontact nodig, moet je het aan mij vragen. Dan krijg je deze gewoon van me. Want deze heb ik niet nodig, want wij wonen natuurlijk in Europa. Waardoor jij deze nodig hebt gewoon. Want iedereen kent de stopcontact natuurlijk wel. Deze doe je natuurlijk weer in de adapter. En ja, dit is de batterij. Denk ik. Neem maar van wel. Ja, dit is de batterij, jongens. Holy shit, het is best wel een groot ding. Hij is niet zo heel erg zwaar. Dus die leggen we hier. En dit. Ja, kijk jongens. Dit is de oplader. Dus dit gaat, laat maar zeggen. Deze kabel die jullie hier zien. Gaat hierin. Dus zo. Die gaat naar het stopcontact natuurlijk. En dan de USB die ik hier heb, gaat weer in dit poortje, wat natuurlijk duidelijk is. En naar je camera. Dus dat is ook wel handig te hebben, want anders laat hij niet op. En wat we nu gaan doen, is jongens, we gaan nu de camera eruit halen, zoals jullie hier zien. En dat is natuurlijk het belangrijkste deel. Hij zit hierin. Dus even kijken als hij er niet uitvalt. De doos kan nou even weg. Zo. Dan hebben we hier de camera staan. En dan haal even het papiertje af. En boom jongens, dit is de freaking camera. Hij is echt super mooi. Dit is hem. Dit is de lens die erop zit, maar laten we even het kapje eraf halen. Zo, dit is de lensbeschermer. Die zit daar natuurlijk altijd op. En jongens, kijk even in deze lens. Kijk, jullie zien ook mijn webcam erin. Maar holy shit guys, kijk wat een kwaliteit het is. Ik vind hem echt super mooi. Zullen jullie hier zien? LCD scherm, hallo, kijk. En wat mooi is aan dit scherm, als ik aan het vloggen ben, dan doe ik hem omhoog. En dan kan ik gewoon zien wat ik dus aan het filmen ben. En dat is natuurlijk echt super, maar dan ook echt super handig. En ja, als je natuurlijk weer gewoon naar voren gaat filmen en je moet zien wat je filmt, doe je hem natuurlijk weer dicht zo. En dan kan je filmen wat je wil filmen. En ja, we gaan even naar de knopjes kijken die erop zitten. Er zitten niet echt al te veel gekke knopjes op natuurlijk, want hier... Er zit gewoon het menu knopje. Die kan je gewoon bewegen ook. Vraagteken. En dat is ook verwijderen.
Dit is niks, dit is gewoon grip. En dit knopje is voor mij heel erg belangrijk die hier zit. Natuurlijk het filmen, die moet ik natuurlijk het meest gaan gebruiken. Trouwens, voor de mensen die het willen weten, het is een 1650 lens. Dus hij kan 16 tot 50 keer inzoomen. En ja, hij ligt gewoon echt heel erg lekker in je hand natuurlijk. Als je een foto er mee wil maken, hou je hem gewoon zo beet. En als ik ga vloggen, hou ik hem of zo beet. Zo. Of ik pak hem met de lens beet, waardoor die ook lekker te pakken is. En ja, ik vind hem zelf echt super nice. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik wil jullie mening best wel even weten in de comments. Wat jullie ervan gaan vinden. En ik ben ook benieuwd wat jullie van de vlogs gaan vinden die er online gaan komen met deze camera. Dus, ik ga hierbij de unboxing afsluiten. Dit zijn dus alle dingen die je erbij krijgt. Ik zal het even allemaal erbij leggen. De lens kap even erop zo. Laat hem iets meer hierin leggen, zodat hij goed in het licht ligt. Batterij. Oplader. USB-stick om het over te zetten. En dat was best wel. Ja, en het koordje nog. Wat hier helemaal uitgevouwen ligt. Maar ja, daar doe ik niet zo heel veel mee. Dus die ligt hier. Jongens, dit was de unboxing video. Hopelijk hebben jullie gelopen. Laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. Mij helpt mij natuurlijk enorm. En hoop ik jullie ook te zien bij de volgende video. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.